Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Black and White 2 Avatalok. Xander zegt dat hij een intro moment heeft, maar ik geloof er niks van. Want zijn beeld staat nog steeds stil, dus hij doet nu niks, hij doet nu rare dingen. Ik heb je wel door, Xander, ik ben zo'n Pokémon Master. Hij zegt gewoon niks, wat een Hey, ik ding. ben er weer. Ja. Ik was even wat drinken aan het halen. Ja, Ja, ik had leugens. geen intro moment, dus ik denk, ja, dan doe ik het zo. Leugenaar! Nou, zo. Ik was heus niet aan het dansen op het scherm als je dat soms dacht. En expres stil aan het houden, zodat ik eventjes wat kon verzinnen waarom ik weg was. Nee, dat had ik ook niet verwacht. Alsof ik zo slim ben. Nee, oké, ja, nu heb je een punt. Now you do be having een punting. I got him, Ing. He snap it. He geloving mij, Ing. Yeah, yeah, Ing. Misschien niet slim om dat te zeggen, Ing. Nee. Maar goed, Ing. Ik was wel aan het dansen. Hoe durf je? Yo, rock climb? Nu kan ik climbing. The rocking. Sander, ik ken jou veel te goed. How the rockings have climbed. How the climbings have rocked. Dat kan ook nog. Ja, dat... Nee. Starrivia-ing! Starrivia-ing! Kom, slecht, man. Kom, oh, Starrivia-ing. Dat is voor de kijkers. Miel Henning heeft hem nog steeds niet gezien, hè. Nee, joh. Hij staat nog niet eens online. Hij staat nog niet eens online, omdat wij nemen deze aflevering direct naar de vorige aflevering op. Dus wauw, Xering. Als ik nu een tekst zou zeggen, zou hij niet kunnen zeggen of het legit tekst is van de slurk, maar parody of dat ik aan het liegen ben. Ja, nou, liegen wil de je weten over Slurkma? Ja. Slurkma kan dus niet stoppen met bewegen, want als hij dat doet, dan stolt de magma en dan gaat hij dood. Oeh, dat vind ik goed. Is dit een waar feitje of is dit... Oeh, crap. Ik denk dat het met echte magma is, maar omdat jij zo'n slimpie bent, maar dat het met slukma helemaal niet waar is. Het is wel waar met slukma. Oké. Ik heb echt wel moeite met deze guy trouwens, met deze Thunderous. Oh, dat is gelukkig pas je vierde legendarische op scherm. Ik heb echt drie legendarische dat ik tegen moest vechten. Lugia, Uxie en Thunderous zijn allemaal waar en Moltres, hè? Waar ik niet... Ja, maar daar kan ik van runnen. Ja. Swaggering! Not swaggering! Oh ja, deze trainer is echt zo'n kut trainer. Dat was ik vergeten. Oh, oké, Xander, ik sta bij een trainer. Dit is een trainer. Die moet je altijd opnieuw verslaan als je daar langs gaat. Oh, wat kut. Dus als je dan gaat healen en je komt weer terug, moet je weer er tegen vechten. Ja, dat is kut. Alleen kan je hem wel ontwijken, geloof ik, maar het is heel kut omdat je er niet elke keer aan denkt. Mag ik opzoeken welke moveset Thunderous heeft? Voor mij wel. Oké. Rush move set 5. Het enige probleem is dat je dat op Wikipedia moeilijk kan vinden, maar... Oh nee, ik heb het nu al gevonden, als je het goed opzoekt niet. Ah, hij leert op level 1 Thundershock. Generation 5, ik ben fucked. Maar hij leert geen flying type. Terwijl het wel een flying type is. Dus ik ga naar Bidoo. Maar als hij upward doet, is mijn Bidoo waarschijnlijk wel dood. Dat is jammer voor Bidoo. Ik kan dit overleven, maar dan moet ik geen crit hebben. Ik kan hem stun sporen. Dan is hij geparalyseerd. Ja, daarom. Kijk, dat is not very effective. En Stun Sport doet het, yes. Volgens mij is Stun Sport al 100% accuracy, of niet? Ja? Oh ja, volgens mij is Stun Sport wel, inderdaad. Ik moet wel zeggen... Oh, hij doet nu 15. Ah. Had ik dat al gezegd? Gaat alles alrighty? Nee, ik moet vechten tegen een Thunderous. Oké.
ga absorb doen. Dat doet niks, want hij is flying. Oh, dat hield natuurlijk wel. Dus dan heeft hij me niet dood. Anders was jij verdrietig. En nou, ik denk dat ik sowieso verdrietig ging gaan zijn. Oh. Want ik ga sowieso niet al een Pokémon kunnen houden. Oké, dat is best wel huge. Absorb. Swagger. No. Ja, Tex wel. Oh, ja, daar heb je niks aan. Moet ik switchen. Maar als hij Thundershock doet... Hij heeft nog geen Thundershock gebruikt. Maar op Bulbapedia zegt hij dat hij hem op level 1 leert. Hij heeft wel Thundershock gebruikt dus straks. Deed maar heel weinig damage. Ja. Ik weet het zeker, want ik zit met je mee te kijken. Als jij het zegt, geloof ik je. Waarom zou jij tegen mij daarover liegen? Mm-hmm. Dus. Oké. Oeh, Uproar. Oh, dit is kut. Ja, ik moet hopen dat hij per... Ah, ik wil Bidoo niet verliezen, maar ik wil Staravia ook niet verliezen. En ik wil Croc nou ook niet verliezen. En ik heb geen potions meer, had ik dat al gezegd. Nu wel. Ik denk dat ik ga verliezen. Het wordt wel heel lastig, ja. Maar wat is dit ook voor bullshit? Hoeveel? Ja, ik denk dat ik haast het best watergun kan doen. Step. Ja. Oh. Nice, ik heb de Jolteon. Zou dit killen, nog een watergun? Ik weet dus niet hoeveel die had. Kut. Oh ja, dat durf ik echt niet te zeggen. Maar ja, ik denk dat het je enige optie is. Want als je switcht, dan gaat degene waar je in switcht sowieso dood. Ja, dus dan raak ik twee Pokémon kwijt. Ja, dus dan kan je het beste gewoon proberen. Crocnell, hoe graag ik hem ook had gebruikt. Maar ik denk dat Water Pokémon meeste likelihood heeft om tegen te komen, zeg maar. Ja. Ik ben eerst. Nice. Oh, please, laat hem niet nog een Pokémon hebben trouwens. Dan ben ik wel fucked. Oh, yeah, nice. Ik ben blij voor je. Oh, je moet meteen... Oh ja, maar je wordt wel geheeld volgens mij. Ach, ja. Dat hoop ik. Ordino, oké. Daar ben ik niet heel bang voor. Wing attack. Ah, ik denk dat ik die Ordino nog wel kan verslaan. Ik heb hier echt heel veel geluk gehad volgens mij. Yep. Maar dat mag ook wel een keer. Nou ja. Oh, ik moet tegen Colras vechten. Dat had ik niet verwacht, denk ik. Wow. Colras? More like... Mijn kolen! Res. Wat een I'm yelling timber! You better move. Oh, het regent ineens, joh. Lekker, man. De belichting is ook gekut, zie ik nu. Dat zou ja, ik denk dat ik straks wel mijn raam dicht ga moeten doen. Ik denk dat het inregent namelijk. Lekker, ja, lekker nat. Lekker natting. Wat? Ik zeg lekker natting, zei ik. Ja, dat willen we niet. Oh. Oh, okay. Dit wordt spannend. Hoe kan dat zoveel damage doen? Het lijkt wel alsof er buiten een soort oranje filter over zit, joh. Het ziet echt heel raar uit. Oké. Als ik naar buiten kijk. Hoe kan dat zoveel damage doen? Holy shit. Wake up. Yelling Timber. Wake up slap op een Blaziken. Wat, dat is not perfect. Of niet? Oh, hij doet ook een potion, wat kut. Ik hoop dat ik een Latios of Latias tegenkrijg, want ik heb een soul. Ik mag hem niet eens hoor, maar... Ja, wel leuk. Moet ik nu die gym bevechten? Ja toch, ja. Ik heb hem zo vaak gedaan dat ik haast al vergeten ben hoe het werkt. Hoe kan... Ik snap het echt niet. Hoe kan Wake Up Slap zo fucking veel damage doen? Weet ik niet. Oh, en dan leeft hij op 1 HP.
Ja, dat is niet chill. Yo, hoe is mijn Staravia het hoogste level? Dat is wel OP. Dat je die voorop had gezet, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik zou niet andere verklaringen hebben. Hebben. Ja, dat is Engels voor hebben. Oh, oké. Okay. Waarom is die grap nog niet dood? We hebben echt al 7 jaar of zo. Hij is misschien wel dood, maar dat heb jij nog niet in de gaten. Oh. Nee, ik vind het leuk. Ik maak maar een grapje, niet meteen boos worden. Sorrying that I ain't getting so good in Engels praten. Yeah. Sorry? Oh, ik moet even vertellen. Ik zei sorry dat ik zo goed ben in Engels praten. Ik snap het, Engels is ook wel moeilijk. Ik moet soms even bedenken dat ik moet vertalen. Voor sommige mensen. Maar ik dacht dus, jij bent zo slim. Ik dacht, jij bent zo'n slimpy guy, dus ik denk jij dat weet dat wel. Ja, ik waarom wist je ook, het dan? Ik had ook geen moment om te kunnen bewijzen dat ik het wist, want toen verbeter je me of toen ging je het al uitleggen. Dus ik voel dat verklaart wel een hoop. Nee, oké. Okay. Fair enough. Ik voel me eigenlijk al meteen weer beledigd. Ik zeg. En eigenlijk ben jij degene die je altijd beledigd voelt. Ik zeg net, dat verklaart een hoop. Ik begrijp het. Een hoop in. Je kan echt in Engels. Ik was in het Nederlands aan het praten, omdat ik niet wist of je het anders zou begrijpen. Oké. Okay. Kiboodops! Oh. Waarom deze Pokémon, waarom haat deze Pokémon aan mij allemaal? Weet ik niet. Pokémon, waarom haten jullie Milan? Dat is helemaal niet nodig. Ik heb het gefixt voor je. Lief, hè? Nee, want het is nog steeds Kiboodops. Oh. Ik heb gezegd dat ze het niet moesten doen. Sand Attack. Wedden dat ik meteen mijn eerste aanval meteen niet raak, omdat hij Sand Attack heeft gedaan? Oh. Ik wed van niet. Wow, ik had gelijk? Jij moet naar het casino-ing. Casino-ing. Casino night. In Las Vegas. Ik mag wel zo'n Spiro, dat vind ik wel verdiend. Meteen een medetje hem daarna, ook niet zo heel erg trouwens met de flying type. Lady Lina. Oh, ik ben weer bijna in een Staravia, mijn Starly. Oh, wacht. Haha. Huh? Wat gebeurt er? Have you make it capoting again, eh? Ja, ik weet het ook niet. Oh. Nou, de sharing werkt waarschijnlijk weer niet meer. Nee, dat klopt. Dus gewoonlijk. Maar je game wel? Nee. Oh. Nee, dat zou te makkelijk zijn. Mijn tweede scherm gaat ineens uit om niets. Okay, technische problemen met Sandring. Dus altijd. Ik haat... Het leven? Ja. Als het goed is, volgens Discord zou je nu mijn ding moeten zien. Nee. Zal ik even weer disconnecten? Ja, maar. Zie je het nu wel? Ja, en ik stuur die van mij ook zo. Nee! Hij doet weer kut. Nee! Ja, omdat jij verplaatste. Het stond helemaal goed en toen deed jij weer een van de tap of zoiets, altijd. Ja, waarschijnlijk deed ik... Ja, ik ging naar Discord om te kijken of ik jou kon zien. Dat had ik niet moeten doen. Doming. Technische problemen. Die het nu wel? Met Sander. Nee, zeker. Nu wel. Ah, dat is fijn. Oh. Ah, oké. Okay. Dan gaan we voorzichtig doen. En dan gaan we gewoon voorzichtig verder spelen, alsof er niks gebeurd is. Ja, was wat gebeurd? Nee? Hoezo? Dat kan niet, Milan. Het gaat altijd goed bij ons, als we Avatar Lock opnemen. Het is dan nooit fout gegaan.
Jammer voor de titel wel altijd. Hoe ga je hem deze keer noemen? Technische problemen 3.0.1.6? Nee, Sander heeft technische problemen 17.0. Wil je niet een Minecraft grapje van maken dat je hem 17.6.4 doet of zo? Nee. Want 1.6.4 was wel de shit, man. 1.7.2 ook wel, maar... veel verder kom ik ook niet. Deze twee meisjes hebben... een Abra en een Musharna. Wow. En ik heb... Abra en Musharna zijn echt kut Pokémon om tegen te vechten voor mijn team. Waarom dacht ik Spinarak? Ja, ik moet naar Bidoo. Bidoo! Ja, dat is niet handig, nee. Allemaal switchen. Switch, Sander, Poison Sting had niet eens gewerkt, omdat het Poison type was. Stingen met de Poison. Abra is Water Gunning. True Hand. Spinarak is al zo slecht en dan heb je ook nog True Hand. Dat is wel echt kudding. Als ik ooit een Spinarak tegenkom, no to self. Vang hem alleen voor het sacken of in. Of om te evolueren. Oh ja, hij kan natuurlijk nog gewoon even weer in zo'n Aria dozing. Maar waar is Aria Uno gebleven? Goed. Hier heb ik eventjes krekelgeluiden onder geëdit. Niet. Jij edit je video's amper. Wat een haat. Nee, maar ik bedoel, die moeite. Misschien als het een intro moment is. Ja, oké, dan wel. Never mind. Ja, of het is een ander soort video. Maar zo'n serie video, daar doe ik inderdaad niet zo lang over. Geen crit. Dat was geen crit. Hé, hey, hij luistert. Dat is wel lief. Heel lief. Hij is een Jackson foot tap. Hij is aan het tap dansen, want hij deed zo'n tap met de voet. En hij was aan het dansen. Aan het dansen. Yo, Cottonini? Cottonini. Nee. Cottonini limit. Dat is van het liedje. Oh, is dat van het liedje? Can be switch out en dat tegen grass. Type. Nee, hij is alleen grass. Is hij alleen grass? Ja, hij is normaal grass fairy, maar fairy zit nog niet in deze game. Het is een Gen 5 Pokémon, dus ik mag het niet weten. Van mezelf. Ja, van jezelf. Ja? Zie je het nog steeds? Ja, hè? Ja? Nee, oké. Ik dacht al de hele tijd van waarom heb ik het gevoel alsof ik het dubbel hoor. Waarschijnlijk had ik Desmumee 2 keer opgestart. Lol. Ik hoorde dus de Black and White tune op de achtergrond. Ik dacht al, er klopt iets niet. Klopt iets niet, nee. Waar. Oh, hij doet een potion. Ik was eindelijk... Het is ook niet een moeilijke battle of zo. Het is gewoon een stal battle. Ja? Hij heeft ook absorb. Dit gaat oneindig lang door, joh. Was dat zo'n battle van de Barnyard? Want alle feesten... Oh, die mag ik. Barnyard houden van dansen. En nee, ze vieren feest wanneer het maar kan. Snapt je de grap ook? Nee. Omdat het een stal battle is. Oh... Je bent jarig. Jarig dropje. Je bent jarig. Nee, neem het is dropje. Jarig Jopje. Ja. Oh, ja. Je bent jarig. Jarig dropje. Je bent jarig. Neem een Jopje. Je bent jarig. Geef ons geld. En een held. Je bent jarig. Geef ons geld. Dat was wel de beste. Die zin ga ik ook gebruiken. Als ik later kinderen krijg in mijn klas. Ik heb een zebra gevangen, Kroon. Yo, weet je wat ik heb? Helemaal niks. Geen zin meer in deze battle. Oeh, weet je wat je ook hebt? Nou? Pegging.
een prachtige stem, een mooi uiterlijk, een... Oh, nee? Ik dacht dat we alleen maar waarheden gingen opnoemen. Dan ga je niet echt de goede kant op. Nou, vind je dit kapsel niet mooi? Kan je kapsel helemaal niet zien. Helemaal voor niks naar de kapper gaan, jeetje mina. Daar doe je het dan voor, hè? Daar doe je het dan voor. Ik deed het allemaal voor Milan, maar ja, nu heeft het dus helemaal geen nut meer. Zie hoe ik mijn subscribe kan doen. Volt. Oh, je kan het niet zien. Wat? Ik zat niet op te letten. Ik vraag er nog om. Ik dacht dat je vroeg, hoe zal ik mijn subscribe kan niet meer noemen? Nee, dat vroeg ik niet, maar je luistert gewoon weer niet. Ik verstond, hoe zal ik mijn subscribe kan noemen in plaats van kijken hoe ik mijn subscribe heb genoemd. Ik heb hem... ik wou subscribe zeggen. Ik heb hem Zebrain genoemd. Oh, dat vind ik wel cute. Mijn crocodile ging bijna dood door een confusion van zijn Espeon name. Espeon is wel een coole Pokémon. Ik hoef geen scary face. Want je hebt er alleen kaboom. Ik heb er al genoeg gezien. En die van Milan namelijk. Jij bent onaardiging. Hé, jij begon om een kapsel. Dat is hem niet waar. Dat is niet waar, maar... Jij begon wel te zeggen dat ik niet hol of hot was. Wat heb je gezegd? Of sexy, of weet ik wat mijn benaming was. Ik zeg alleen... Zou jij? Geen nee, je mag ik alleen zei... waarheden. Inderdaad, dat heb ik gezegd, ja. Niet nu mijn woorden verdraaien. Nee, is je intentie dat ik lieg? Dat maak jij ervan. Aardig. Nee, nou oké. Nee, ik weet het niet. Oh, weet je wat ik me net bedenk? Je mag de Pokestar Studios nog een keer doen. Ja. Hoe wist je dat ik dat dacht? Omdat je ziet wat er op mijn scherm gebeurt. Oh ja. Maar dat is toch niet Pokestar Studios? Nee, maar wel hetzelfde soort onzin. Ja, nou ja, daarom dacht ik er ook aan. Yo, ik heb zo'n Seekeer. Nee. Nobody likes the Seekeer. I like more the day gear. The B gear. The A gear. The A gear. The F gear. The H gear. En de G dan ook natuurlijk. Ik hou op. Dat is sowieso al niet grappig. En toen ging ik erop door en toen was hij nog steeds niet grappig. Nog niet grappiger. Jammer. Jammer, jammer. Wil het proberen? Nou, nee. Ik wil het niet proberen. Toch deed ik het wel. Kijk. Absorbing? Dat is super effective, of niet? Oh, nee. Hij is niet rock zeker dan. Jawel, hij is wel rock. Oh ja, ik ben in de warm and ground. Want ik ben altijd in de warm and ground en rock. Ik dacht dat ik zeggen, ik ben altijd in de war. Hé, hey, wist je dat mensen in de oorlog, die zijn pas in the war. Die vind ik grappig. Ja, ik heb verder zelf niet zoveel op te zeggen. Zo'n mopje en dan, ja, wat moet je nog erbij? Helemaal niks, ik kan er niks meer naartoe voegen. Dan ben ik een beetje die Rayquaza, weet je wel? Die Rayquaza sprite. Zo met zo'n open mond zo. Ja, ik kan mijn scherm helemaal niet zien. Nee, ik zat ook wat te doen, maar dat kon je helemaal niet te zien. Nee, ik wil de explanation niet. Oh, jij deed hem ook. Battling. Jij, yeah. Je wist welke sprite ik bedoelde. Nee, dat niet. Zo'n meme, dus. Een meme? Heb ik gehield? Goudplant. Ja, die is niet aardig. Dat was een leuk grapje. Plant, more like stout provincie. Je hoorde helemaal mijn grap niet. Wat? Dat is niet aardig, zei je. Ja, omdat hij stout is. Oh, stout. Ik hoorde hem wel, ik snapte hem niet. Ik zit in een rat die pittig reus is. Oh,
Ruby Rose in the Red Ink. Kijk hoe goor deze game is. Met al die bomen die... Nou ja, als je kan zien dat het bomen zijn. Die bruine puntjes. Nee, ja, die waren wel... Die pixels. Waren wel groen, maar... Ja. Die donkergroene puntjes. Dat je denkt van, wat is dat? Ja, dat ja. Oh, zijn dat bomen? Zandering, je hebt stout landing verslaging. Mega draining. Watersport, want mega nobody draining. Likes watersporting. Nobody likes sport. Er zijn vast wel mensen die op waterpolo zitten, anders zou het niet bestaan. Alleen mensen die maar één keer leven. Oh ja, YOLO waterpolo. Ja. Wat een leuk grapje. Ja, wel leuk. Wel leuk grapje. Better berryings. Oh, zitten hieronder niet ook nieuwe Pokémon-inks? Nou, een nieuwe weet ik eigenlijk. Nou, niet die... Nee, ja, misschien. Dat was duidelijk, toch? Oh, nee. Ja, nou, misschien. Ja, misschien. Ja. Hey, Rayquaza! Hey. Talking about the Rayquaza sprite. Ik kan wel runnen. Oeh, ik hoop dat ik Rayquaza tegenkom. Oh, jij mag hem vangen. Ja, en ik heb een masterball, hè. Dat wist ik nog. Leugens. Ja, dat waren inderdaad leugens. Oh ja, hij... Oh, dit was dom. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet doen. Ik ook niet. Wat moet ik doen tegen Rayquaza? Ja, Ice Beam. Fairy. Wat? Zei je nou ook Fairy? Ik zei Ice Beam. Nou, die heb ik niet. Vorige keer kwam ik hier zo'n Snowring tegen. Die is wel chill. Oh, deze bitch wil me. Yo, een scherpe. Pedo. Oh, ik denk we doen PG vandaag. Nee. Doen wij ooit PG? Ik had wel Rough Skin. Kaboom! Niet dat ik daar veel aan heb. Dat is wel balen. Dat is zeer balen. Had ik nu maar zo'n. Nee, dat is niet waar. Nee. Ik had niet verwacht dat de Sharpedo een Bidoo zou killen. Niet? Het is een Bidoo, hè, baby Pokémon. Nou, Anning, Milaning. Yo, deze guy wil niet eens. Girl. Ik wil niet meer leven. Ik bouw wel van Bidoo, hè? Snap ik. Oh, nu heeft hij Flame Body. En ik doe Rage, ik denk dat hij dood. Kom je Rhydon niet tegen, dan kom je Rhyperior wel tegen. Rhydon, die is nuts. Oh, wacht, die gaat wel gemaakt. Game Boy Luke. Kaboom! Hij heeft een scherpe pedo gevangen. Magische poeder. Nee, wacht even. Chemical. Een mutkip, die mag ik niet. Je modderig kipje. Wel een hele cute sprite in deze game. Ja, ja zeker. Maar dit is de Engelse, ik moet het in Nederlands hebben, want het zijn Nederlanders. Maar Sander, dit is geen formule. Nee, maar dat hoeft ook niet. Yo, je kunt niet eens de I met dubbele puntjes, wat is dit nou? Ook niet bij Others? Ook niet bij Others? Nee, dat had ik net gekeken. Ja. Kijk, dat... Wat dom is, want Pokémon de E met zo'n dingetje is... En ook weer niet bij QWERTY? Nee, heb ik ook al gekeken. Maar dit is dus de
de chemische stof die peper scherp maakt. Of heet. Als je hot food hebt, dan is dit. Dus de substance die dat heet maakt eigenlijk. Dat is een leuke naam voor Fuego Coco als je die gaat krijgen. Ja, maar ik denk niet dat ik die ga krijgen. Oké. Maar Sander, zullen we de aflevering beëindigen? Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dus je over de volgende aflevering van de Black and White 2 Avatar Log. Hoe? Zonder Bidu. Ja, zonder Bidu. Adios, amigos. Doei.